André van Cats is journalist en schrijver. Schreef een prachtig boek over Gerard Meijer. Een leven met Feyenoord, daarover praten wij. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Jax.nl en Startportaal. Dit is de Ruhr Lunchbreak. Dit is hem, het nieuwste boek over Gerard Meijer. Het nieuwste boek, het enige boek over Gerard Meijer. Een leven met Feyenoord, geschreven door André van Cats. Welkom André. Dankjewel. Zondag gepresenteerd in de Kuip. Hoe was dat voor jou en jullie? Ja, nou ja, dat kan slechter natuurlijk. Een boekpresentatie in een volle Kuip. Dus een kwartier voor de aftrap. Ze waren niet alleen voor het boek, hè, die mensen? Nee, nou ja, een groot gedeelte wel natuurlijk. En Feyenoord PSV was een mooie bijvangst voor ze. Ja. Nee, een kwartier voor de aftrap kwam Pierre van Hooijdonk het veld op om symbolisch het eerste exemplaar aan Gerard Meijer te overhandigen. En Gerard zat zelf op zijn vaste plekje bij de unit van Feyenoord op de tribune. En kreeg daar een grote afdruk van het boek van zijn vrouw overhandigd. Dus hij werd luid toegezongen door het legioen. Dus ja, het was voor Gerard een prachtig moment. En ja, voor mij als schrijver van het boek ook natuurlijk. Hoe verklaar jij, nu je in zijn leven bent gedoken en zijn verhalen bent gedoken, zijn immense populariteit eigenlijk? Nou ja, ten eerste is natuurlijk Gerard echt een icoon van de club. In de zin van dat hij er gewoon 50 jaar als verzorger heeft gezeten. Dat zijn er natuurlijk niet zoveel mensen die zo lang bij die club rond hebben gelopen. Ik denk dat het veel zegt over hem hoe die met de spelers is omgegaan altijd. Vrijwel alle spelers met wie hij heeft gewerkt, die lopen met hem weg. En die hebben dat altijd ook naar buiten toe uitgedragen. En ik denk dat dat ook wel is doorgedrongen bij de supporters. Dat die zo langzaam maar zeker een beeld hebben gekregen van hoe belangrijk hij is voor Feyenoord. Hij is ook vaak gebruikt, en dat bedoel ik positief, als het slecht ging met de club. Ik zie nog de fase met Gert-Jan van Beek voor me. Dat hij op de middenstip de mensen toesprak. Ik zie een wedstrijd bij Heerenveen voor me, waar hij de bus uitstapte. Om boze supporters weg te houden. Ja, klopt ja. En dat is voor hem ook wel een bijzonder moment geweest hoor. Dat is natuurlijk niet iets wat je normaal gesproken van een verzorger verwacht. Dat hij het publiek gaat toespreken. Alleen de mensen van Feyenoord hebben toen tegen hem gezegd van ja, Gerard, in jou geloven ze. In jou vertrouwen ze. En Gerard heeft er ook zelf het initiatief voor genomen om uiteindelijk die microfoon te pakken en het veld op te gaan. En heeft toen gevraagd aan de supporters van laten we het alsjeblieft rustig houden, ondanks de sportief moeilijke tijden waar we in zitten. Het is best wel bizar. Ik snap dat van die halve eeuw, 59-2009, maar dat een verzorger zo'n icoon wordt, dat is best... Dat is voor mij nergens. Nee, het is denk ik de enige verzorger die een tribune naar zich vernoemd heeft, heeft gekregen. Dus ja. Het zegt heel veel dat de ene tribune naar Willem van Hanegem is genoemd. Misschien wel de grootste speler die Feyenoord heeft gehad. Ja. En de andere tribune naar de verzorger die de 50 jaar heeft rondgelopen. Hoe is het met hem? Hij is 86. Ja. Hoe is het met hem? Nou, Gerard heeft de ziekte van Parkinson. Daar heeft hij nooit een geheim van gemaakt. Dat is inmiddels al 9 jaar geleden dat dat werd geconstateerd bij hem. Dus ja, langzaam maar zeker wordt het fysiek minder. Het lopen gaat minder, spraak is minder. Zijn geheugen gaat wat achteruit, maar over het algemeen, kijk, Gerard is altijd een hele sterke vent geweest. Al in zijn tijd als verzorger, bedoel, hij was hartstikke fit. Het was de snelste verzorger die er rondliep op de Nederlandse velden. En ik denk dat die basis er wel voor zorgt dat eigenlijk de aftakeling, zo gezegd, langzaam gaat bij hem. En hij bijt zich er in ieder geval heel, heel kranig doorheen, zo gezegd. Hij houdt zich heel, heel goed. En wat je merkt is dat de Kuip en Feyenoord hem gewoon heel veel kracht geven. Mm-hmm. Dus voor zo'n dag als afgelopen zondag, dan moet hij zich echt wel even opladen daarvoor. Dan gaat het in de Kuip hier gaat het heel goed. En dan geniet hij met volle teugen. Maar na afloop is hij ook wel gesloopt. En dan heeft hij wel even de tijd nodig om daarvan te herstellen. Gisteren een prachtig stuk van collega Mikkel Schouk en het AD. Zeker. Over Meijer, over jouw boek. En daarin zegt Meijer wel, Gerard wel, van... Ja, het hoeft van mij eigenlijk niet meer, hè? Ja, dat verbaasde me eigenlijk zelf een beetje dat hij dat op die manier zei. Kijk, hij heeft het natuurlijk best moeilijk mee hoe het fysiek gaat. Maar ik geloof wel dat er genoeg momenten zijn waar die van geniet. En waar die het in die zin nog voor doet. Om bijvoorbeeld te geven, bedoel, hij genoot natuurlijk ook met volle teugen van dat Feyenoord die finale in Tirana haalde. Hij zei letterlijk van, ja, ik had niet gedacht dat ik dat nog zou meemaken. Dat Feyenoord weer in een finale zou staan, dus... Dus in die zin verraste die uitspraak me wel een beetje. Ja. Je zou vast niet de eerste zijn geweest die hem heeft gevraagd een boek te maken. Waarom heeft hij bij jou ja gezegd? Want ik weet dat hij eigenlijk altijd heeft gezegd, dat doe ik niet. Alles wat tegen mij gezegd is door spelers is vertrouwelijk.
wil ik buiten de publiciteit houden. Ja, nou, het is eigenlijk andersom gegaan. Gerard heeft mij gevraagd of dat ik hem zou willen helpen met het maken van, okay. Van een boek. Dus het initiatief kwam in dit geval van hem. En dat had ermee te maken dat plan bij hem, dat ontstond een beetje vorig jaar. Dat was midden in de coronaperiode. Iedereen zat thuis, Gerard ook natuurlijk. En die is thuis toen een beetje, ja, waarschijnlijk omdat hij verder weinig niet zoveel om handen had, een beetje gaan rondscharrelen en is gaan opzoeken van wat heb ik eigenlijk bewaard uit mijn tijd bij Feyenoord. Hij had wat dingen opgeschreven door de jaren heen. Hij heeft zijn oude interviews, ging die teruglezen. In het Feyenoord Magazine hebben we heel veel over en met Gerard geschreven. Al die stukken die is gaan verzamelen. En toen hij dat allemaal overzag, toen dacht hij eigenlijk van ja, eigenlijk is het zonde om dit allemaal verloren te laten gaan. Al die mooie herinneringen die ik heb. En zo ontstond langzaam maar zeker het idee om daar eens wat mee te gaan doen. Zijn leeftijd speelt daar natuurlijk een rol bij. Mm-hmm. Hij weet dat het geen 30 jaar meer gaat duren natuurlijk dat hij hier rondloopt. Dus in die zin dacht hij van ja, dit, als ik het een keer wil doen, dan moet het nu, zeg maar. En zo zijn we vorig jaar gestart. En ja, vanaf dat moment gaf het hem ook heel veel energie om ermee, om ermee bezig te zijn. En zei hij ook letterlijk van ja, ik hoop dat ik het ga meemaken, dat ik dat boek zelf in handen heb. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee dat is gelukt. Dat we het op tijd klaar hebben gekregen, dat hij het zelf heeft kunnen meemaken. Nu kun je hebt meer boeken geschreven. Jan Boskamp, Abdi Negay, de topatleet die pas nog een geweldige prestatie in Rotterdam leverde met de marathon. Nu kun je op verschillende manieren te werk gaan. Hoe heb jij dat aangepakt met hem? Nou ja, eigenlijk al die anekdotes en herinneringen die hij al had, dat hebben we een beetje als basis genomen. Alleen, dat was heel erg divers. De ene ging over een trainer, de ander ging over een speler. De ene ging over de jaren 60 en de andere over de jaren 90. Dus ik ben dat een beetje gaan rubriceren in thema's. We hebben bijvoorbeeld bedacht om alle trainers van Feyenoord te gaan bespreken met wie die heeft gewerkt. Nou ja, ik heb uitgezocht van over welke trainers heeft hij al eens een mooie herinnering of anekdote. En dat verteld. Zijn aparte hoofdstukken geworden? En dat zijn aparte hoofdstukken geworden. En dat zijn we gaan aanvullen eigenlijk. Dus de trainers over wie we nog geen verhalen had, daar ben ik met hem gaan zitten en heb die namen voorgelegd. Nam ik wat oude foto's mee om zijn geheugen weer een beetje fris te krijgen, als het ware. En zo gingen we bijvoorbeeld alle trainers doornemen. Dus dat is één, eigenlijk die herinneringen en anekdotes. En een tweede belangrijk onderdeel van het boek zijn in totaal 7 ontmoetingen met oud-spelers en oud-trainers met wie die een bijzondere band had. Dus dat zijn bijvoorbeeld Willem van Hanegem, Leo Beenhakker, Dirk Kuyt, Mario Been, Ruud Gullit zit er ook bij. Oh, dus mooi. Echt wel de grotere namen uit de clubhistorie van Feyenoord. U zegt een aantal spelers mooie dingen. Een aantal quotes. Gerard was mijn voetbalvader, Dirk Kuyt. Hij was een soort moeder Teresa voor de spelers. De grote Leo Beenhakker. En wat Gerard deed, deed hij heel goed. Willem van Hanegem. Wat is jouw dierbaar in dit boek? Welke passages vind jij mooi? Dat zijn er wel meerdere. Ik vond het mooi wat Dirk Kuyt over hem vertelde. Dirk die kwam natuurlijk in 2003, zeg ik even uit mijn hoofd, voor het eerst bij Feyenoord. Toen had hij eigenlijk nog maar betrekkelijk korte periode in het profvoetbal achter de rug. Hij had alleen nog maar bij FC Utrecht gespeeld. En Dirk had eigenlijk nog een hele hoop te leren als voetballer. Mm-hmm. En vooral ook, hoe werkt het bij een topclub? Wat zijn dan de ongeschreven regels waar je aan moet voldoen? En Gerard was degene die dat Dirk en en natuurlijk ook door de jaren en heel veel andere spelers. Gerard nam spelers dan bij de hand en die ging het ze laten zien van hoe werkt dat en hoe gaat dat in de kleedkamer, hoe vind je je plek, dat soort dingen. En Dirk vertelt dat eigenlijk al die lessen die hij van Gerard heeft geleerd, die heeft hij in zich opgezogen als een spons. En juist in zijn tweede periode bij Feyenoord, toen had hij natuurlijk veel meer ervaring in het buitenland. Was Gerard inmiddels al gestopt als verzorger. Maar hij zegt, al die lessen die ik toen geleerd heb, die heb ik toen eigenlijk geprobeerd door te geven aan de spelers met wie ik toen heb gewerkt. En dat heeft uiteindelijk ook gewoon een rol gespeeld in het kampioenschap van 2017, okay. Zeg maar. Dus in die zin heeft Gerard daar ook toch een rol in gespeeld. Mooi, hè? Ja. En andere mooie verhalen? Nou, wat ik wel opmerkelijk vond, ik was altijd in de veronderstelling dat Gerard gewoon met letterlijk alle spelers en trainers met wie hij heeft gewerkt een goede band had opgebouwd. Omdat altijd iedereen zo lovend over hem is. En toch waren er een paar namen waarvan die iets kritischer op was. Okay. Wat ik bijvoorbeeld een opmerkelijk verhaal vond, was over de trainer Vaclav Jezek. Ja, zie je voor me. Trainer van Feyenoord van 1978 tot 1982. Jezek is op een dag naar het bestuur van Feyenoord gestapt.
om te vertellen dat hij de indruk had dat Gerard Meijer een slechte invloed had op de spelers en op de prestaties van de spelers. En dat dankzij Meijer Feyenoord 2 keer op rij een wedstrijd verloren zou hebben. Toen Gerard dat te horen kreeg, toen is hij naar Jezek toegestapt en heeft hij gezegd, kom niet voor mijn auto, want ik rem niet voor je. Dus nou, die uitspraak van Gerard... Dat was helemaal niet bij de man past. Nee, dat past totaal niet, niet bij die man. Tegelijkertijd past het wel weer heel erg bij de man dat het uiteindelijk gewoon weer uitgesproken is en dat het ook met hem weer goed kwam. Ja, ja. Dus dat vond ik wel een opmerkelijk verhaal. En andere topspelers naast Kuyt? Mario staat erin, Ruud Gullit staat erin. Van Hanegem natuurlijk. Met Van Hanegem had hij een hele bijzondere band. Dat is eigenlijk altijd haat-liefde geweest. Ja. Kijk, Van Hanegem kon het gewoon niet zo goed hebben als Meijer eens tegen hem riep van ruim je spullen eens op. Of weet je wel, zoals dat gaat in zo'n kleedkamer. Dus die hadden wel eens wat bonje met elkaar. Maar Gerard zei van ja, dan was het altijd de volgende dag zo dat Willem via het massagehok van Gerard de kleedkamer in kwam. Die klopte hem even 2 keer op zijn schouders en dan was het weer goed tussen hen. Dus daar waren niet zoveel woorden voor nodig om dat weer uit te praten. Een paar jaar geleden heeft Gerard de Willem van Hanegem trofee ontvangen uit handen van Willem. En toen vertelde Willem ook dat eigenlijk hun band de laatste jaren eigenlijk nog veel beter is geworden dan dat hij toen was. Toen was het echt haat-liefde en dat haatgedeelte, zo gezegd, dat is er wel echt vanaf. Nu zijn het gewoon de beste vrienden. Wat ik al wist, maar wat gelukkig ook in je boek staat, is het verhaal van het loonstrookje. Dus hij heeft gewerkt met jonge mensen die allemaal geld verdienen. Hij heeft met miljonairs in de kleedkamer gezeten en hij verdient een heel modaal salaris. Ja. Wil je dat verhaal eens doen? Ja, nou, dat contrast is natuurlijk steeds groter geworden. Hè? Want toen Gerard begon in 1959, toen waren de meeste spelers nog semi-prof of misschien wel amateur. En door de 50 jaren heen zijn die salarissen natuurlijk steeds verder gestegen. Totdat hij in een kleedkamer vol met miljonairs zat, bij wijze van spreken. Alleen het salaris van Gerard is eigenlijk al die jaren, laten we zeggen, modaal geweest. Dus ik meen dat het was rond een politiestaking van een wedstrijd. En de politie wilde meer salaris hebben. En toen ging in de kleedkamer het verhaal van, ja, die agenten moeten gewoon niet zeiken. Laat ze gewoon komen opdraven, dan kunnen wij die wedstrijd spelen. En toen heeft Gerard dus de volgende dag zijn eigen salarisstrookje meegenomen. En heeft hij rond laten gaan in de kleedkamer om aan die gasten te laten zien van, besef in wat voor bevoorrechte positie jullie zitten, weet je wel. En dit is wat een gemiddelde werknemer in Nederland verdient. En daar keken ze toch wel even van op, die gasten. Ja, bizar, hè? Ja. Ja, mooi verhaal. Ja, zeker. Jij hebt meer boeken geschreven. Is dit boekje nog extra dierbaar of mag het aan een schrijver helemaal niet vragen? Het is in die zin extra dierbaar dat ik het natuurlijk gewoon wel een eervol verzoek vond dat Gerard het aan mij had gevraagd. Ik wist natuurlijk ook dat door de jaren heen misschien wel tientallen keren aan hem gevraagd is om een boek te maken. En dat hij dan uiteindelijk voor kiest om dat aan mij te vragen. Ja, dat verzoek, nou, ik wilde het niet weigeren, maar ik had ook het gevoel van ik kan het niet weigeren aan hem, zeg maar. Ja. Dus in die zin is dat me zeker wel dierbaar. Is het ook, want nogmaals, ik heb het nog niet kunnen lezen, hè? Zitten er heel veel persoonlijke dingen in? Of gaat het vooral over andere dingen die hij heeft meegemaakt? Of durft hij ook zelf kwetsbaar te zijn? Ik denk dat het in die zin meer over anderen en over momenten gaat en dergelijke. En die kwetsbaarheid zit eigenlijk vooral in hoe het nu met hem gaat. Ik bedoel, daar is hij wel openhartig over. En dat hij het wel moeilijk mee heeft met die Parkinson en dergelijke. Maar de basis is wel echt wat hij heeft meegemaakt met Feyenoord, bij Feyenoord, met de spelers, met de trainers enzovoort. Ja, een leven met Feyenoord heeft hij. Zijn er andere dingen überhaupt in het leven van deze man geweest of nog steeds die belangrijk zijn? Vanaf dat hij bij Feyenoord terechtkwam in 1959, is er gewoon niet zo gek veel plek geweest voor andere dingen. Want het was gewoon jarenlang zo dat hij als allereerste binnenkwam op de club en als allerlaatste wegging. Dus zelfs voor familie had hij weinig tijd, vrienden en dergelijke. Mm-hmm. Dat zat er heel vaak gewoon niet in. Dus hij zegt letterlijk van Feyenoord is mijn leven. Ja. En daar is denk ik weinig aan gelogen als je 7 dagen in de week hier in de Kuip rondliep. Hij was vaker in de Kuip dan dat hij thuis was.
Dus als iemand recht heeft om te zeggen van Feyenoord is mijn leven, dan is Gerard dat wel. Is elk boek schrijven weer anders? Of komt dat eigenlijk op hetzelfde neer in de kern, het proces? Nou, dit was wel echt iets anders, omdat het een boek is wat bestaat uit veel korte verhalen, anekdotes, herinneringen en dergelijke. Er zitten ook veel foto's in. Dat was ook een grote uitzoekerij natuurlijk, ja. om alle foto's bij elkaar te zoeken en alle data kloppend te maken en de bijschriftjes en dat soort zaken. Dus dat was anders. In die zin ook anders dan de boeken die ik hiervoor heb geschreven met Jan Boskamp en Abdi Nageye, omdat ik dan echt een jaar met hun op pad ben geweest en met hun ben opgetrokken. En dan is het veel meer je eigen verhaal, als het ware, wat je over hen vertelt. En ik zie dit wel echt als het boek van Gerard, wat ik bijna in opdracht van hem heb gemaakt. Een geweldige foto dit, zeg, moet ik even laten zien. Met Pierre van Hooijdonk. Ja. Bij die ontmoetingen hebben we vaak foto's gemaakt in de gastenkleedkamer. Echt weer op die massagetafel van vroeger. Wat, echt geweldig. Ja, waar die gasten dan natuurlijk ook gelijk weer loskwamen. De meesten hadden er geen probleem mee om daar ook in hun onderbroek te liggen. Alleen Willem deed even wat moeilijker. Willem niet? Nee, okay. Willem die zag het even niet zitten. Maar dat had ik wel alle begrip voor. Ja. En nu heeft hij altijd gezegd, ja, die spelers die gingen vertrouwelijk met mij om. Heeft hij toch dingen verteld? Nou, hij heeft al dingen verteld, maar kijk, de band met Gerard is ik ken Gerard al meer dan 10 jaar. Ik weet inmiddels ook wel wat ik in die zin dan wel en niet kan opschrijven. Ik denk dat ook wel de reden is geweest. Gevoel. Een van de redenen is geweest dat hij mij heeft gevraagd hiervoor. Dus ik denk niet dat er een speler of een trainer zal zijn die dit boek leest en denkt van, wat vertelt hij nou over mij? Weet je wel, dat had hij niet mogen of kunnen doen. Deze wil ik ook graag laten zien, zeg. Over iconen gesproken, jongens, in onze stad. Ja, echt fantastisch. Beenhakker en Meijer. Ja, ik vond het... Eigenlijk moet je nog een paar pagina's verder slaan. Dat vond ik een prachtig moment. Dat ze moesten op de foto op de tribune samen. Ja. En Gerard... Oh. Gerard was natuurlijk moeilijk ter been. En Leo die pakte Gerard bij de arm. En dat vond ik zo'n warm en mooi moment. Dat ze dan samen zo die drempel overstapten. Terwijl Leo ook zijn gezondheid wat achteruit aan het gaan is. Maar het was echt even een soort vader en zoon. En de laatste, anders blijf ik dat boek laten zien aan jullie. Maar met Van Hanegem in de gouden tijd van die mooie club. Ja, prachtig. Ja. Ja, het was in die zin ook bijna moeilijker om die selectie te maken dan om mooie foto's te winnen. Zeg maar. Er was zoveel wat eigenlijk een plek verdiende in dat boek. Dus. Mogen we er 1 of 2 weggeven, André? Zeker weten, mag dat? Ja, dat is leuk. Hou onze social media kanalen, die van Reur, recht uit Rotterdam, dus in de gaten. Gaan we later vandaag of morgen of in de loop van de week laten weten hoe je in aanmerking kunt komen voor het boek van André van Cats. Dan over je andere boeken. Jan Boskamp natuurlijk en Abdi Nageye, die naam zocht ik even in mijn hoofd. De laatste heeft pas weer een schitterende marathon afgeleverd. Hoe ben je met hem ooit in contact gekomen? Omdat je zelf loper bent? Ja, dat was wel een belangrijke reden. Het was toen zo, ik werk al een hele tijd bij Feyenoord en ik had heel erg de behoefte om mijn horizon een beetje te verbreden. In die tijd begon ik zelf met hardlopen en het leek mij ook met marathons lopen. En het leek me leuk om het een keer in die hoek te zoeken. En als je in Nederland naar de topatleten keek, dan kwam je eigenlijk snel bij Abdi uit. Ook omdat ik iets wist van zijn achtergrond. Hij is geboren in Somalië en is als vluchteling naar Nederland toegekomen. Dus dat vond ik al een interessant gegeven. Hij was toen eigenlijk nog echt een talent in opkomst. Maar de mensen die iets wisten van de marathonsport, die hadden wel voor ogen van ja, dit kan wel eens echt een topper worden, ook internationaal gezien. Dus toen heb ik hem gewoon benaderd met de vraag of dat we een boek konden gaan maken. En daar zei hij ja op, gelukkig. En dan maak je zo'n boek in een fase van iemands carrière, terwijl die carrière verder gaat. Ja. Kun je daar nog wat mee of is dat lastig? Dat is heel lastig. Wat ik bij hem heel mooi vond. Want eigenlijk was het een sportief heel teleurstellend jaar wat ik met hem beleefd heb. Dat is voor de verhalen niet per se slecht, hè? Nee, voor de verhalen niet. Nee. Maar hij had in theorie kunnen zeggen van, nou ja, loop nog maar een jaartje langer mee tot het wat beter gaat. Want dit wil ik niet alleen maar. Ik wil niet dat het een boek wordt met alleen maar teleurstellingen. Hij liep in dat jaar bijvoorbeeld het EK atletiek en hij had in principe kans om daar de gouden medaille te winnen. Dat was natuurlijk een prachtig slot geweest van het boek. Alleen, hij viel geblesseerd uit. Dus dat was een van die teleurstellingen die te verwerken had. Dus nee, dat heb je niet in de hand als schrijver van hoe dat verloopt. En dat maakt het schrijven natuurlijk ook moeilijk. Omdat je aan het begin van je verhaal niet weet van waar je naartoe aan het schrijven bent, als het ware. En uiteindelijk moet die verhaallijn wel kloppen en
logisch zijn, als het ware. Is er in Nederland, als het om de Gea gaat, het besef dat het echt een heel grote sportman is? Ik vind dat hij... Ik denk van niet eigenlijk. Nee, ik denk dat ik het daar wel mee eens ben. Ik vind dat er wel iets meer waardering voor hem mag zijn. Ik denk dat zijn afkomst wel een rol speelt. Dat veel mensen hem misschien toch nog zien als een Somalische atleet. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk ook Somalische roots. Hij is meer een wereldburger dan echt een Nederlander of een Somaliër, vind ik. Maar wat hij op de Olympische Spelen heeft gepresteerd, waar hij de zilveren medaille pakte achter de allerbeste marathonloper aller tijden. Ja, dat is ongekend eigenlijk. Ja. Dat is misschien wel een van de grootste prestaties geweest van Nederland op de afgelopen Olympische Spelen. En ik vind dat die erkenning er niet echt voor hem is geweest. En nu is hij natuurlijk de eerste Nederlandse winnaar van de Rotterdam Marathon in 41 jaar. Ja. Ja, dat zijn wel heel bijzondere prestaties. Het helpt niet mee, denk ik, voor hem dat hij het hele jaar in Kenia zit of in Ethiopië. Wat hij echt doet voor zijn sport. Ja. Dat is echt een offer wat hij brengt. Dus hij is weinig in beeld in Nederland. Normaal, als hij hier zou zijn, dan zou hij veel vaker te zien zijn in de talkshows en in de bladen en dergelijke. Maar hij kiest echt voor zijn sport en om dat daar te trainen op hoogte, waar de faciliteiten gewoon perfect zijn voor hem. Mm-hmm. Alleen ja, die erkenning, dat zou wat meer mogen zijn. Nu kun je als marathonloper best een tijdje mee, hè? Ja. Heeft hij zijn top al bereikt? Ik denk dat hij nog beter kan. En dat zegt hij zelf ook wel. Hij gaat dit jaar het WK-marathon lopen. Japan of niet? Nee? Ik meen Amerika. Oké. Daar gaat hij het WK lopen. En ik sluit niet uit dat hij daar weer gewoon om de bovenste plekken mee gaat doen. En ik denk dat ergens in zijn achterhoofd Parijs 2024 zit. Ja. En dat hij denkt, ik heb die zilveren medaille al. Dus er is nog één plek hoger. Ja. En dat uiteindelijk zijn grote doel is. Ja. Stap naar Boskamp maken. Ja. Ook een boek over geschreven. Ik heb ooit een Belgisch boek over hem gelezen. Althans, ik ben aan 6 bladzijden gestopt. Lukte me niet. Hoe was het om met hem te werken? Ja, dat is natuurlijk prachtig. Het voordeel was, ik kende Jan al een tijd. We waren al via Feyenoord eigenlijk min of meer een soort bevriend geraakt. We gingen vaak met elkaar naar wedstrijden, ook wel eens in het buitenland. Ik bedoel, dat gebeurt al snel. Als je een beetje in de kring van Jan verkeert, dan duurt het niet lang voordat je een uitnodiging krijgt om een keer mee te gaan naar Barcelona of naar Chelsea of noem het maar op. Dus die dingen deden we al. En hoe vaker ik dat soort trips met hem maakte, hoe meer ik dacht van ja, ik hoef het eigenlijk alleen maar op te schrijven wat voor gekkigheid je allemaal meemaakt met die man. En je hebt een mooi boek. En zo ontstond het idee om dat een jaar lang bij Feyenoord te gaan doen. Dus een jaar lang alle wedstrijden van Feyenoord bezoeken. En tussendoor heb ik geprobeerd een portret van hem te maken. En een soort van biografie als het ware. En ik denk dat wel een hele leuke vorm is geweest. En het was mooi dat precies het jaar was waarin Feyenoord de KNVB-beker won. Dus dat was een mooi slot waar we naartoe konden werken. Ja, nu hebben we het net over de populariteit van Gerard Meijer. Bij Boskamp is dat minimaal even groot. Hoe komt dat volgens jou? Jan is gewoon man van het volk. Dat is een beetje cliché misschien. Ja. Maar ja. Jan is echt, en dat heb ik wel gemerkt als je hem op tv ziet, dan is hij precies hetzelfde als wanneer je hier met hem in restaurant De Beren zit, bij wijze van spreken. Ja. Jan is Jan en dat zien mensen dat hij echt is. Hoe is het met je verlanglijst als het gaat om sportboeken maken? Nou ja, ik ben met mijn boek bezig, weer in de atletiek hoek. Okay. Ook wel met een beetje Rotterdamse inslag. Maar mag je zeggen om wie het gaat? Nee, ik mag er nog even niks over zeggen, omdat de contracten moeten nog even getekend worden. Zo. Dus zolang het niet officieel is. Zit na te denken, Rotterdam en atletiek. Je komt er wel uit, denk ik. Dus, de historie van de marathon? Nee. Hier laat het even bij. Nelly? Nee, ik ga niet horen vragen, joh. Dat is niet aardig van me. Ja... Dus nee, er staat zeker nog wel genoeg op mijn verlanglijst. En ik wil het ook gewoon blijven doen, zeg maar. Dus kijk, ik werk bij Feyenoord, waar ik het Feyenoord magazine maak. En daarnaast heb ik de ruimte om eigen projecten te doen. En die combinatie vind ik heel fijn om te kunnen maken. Laten we dan ter afronding daar nog even over praten. Hoe is het om in deze fase bij Feyenoord te werken? Is je werk als journalist binnen zo'n club, voor clubmedia, leuker als het goed gaat? Ja, absoluut natuurlijk. Ja, dat kan ook niet anders. Kijk, uiteindelijk het resultaat van de wedstrijden bepaalt heel erg de sfeer, ook op kantoor. Het is 20 jaar geleden dat Feyenoord een Europese finale heeft meegemaakt. Toen werkte ik er nog niet, dus het wordt voor mij ook de eerste keer dat ik het vanuit de club
club zelf gaan meemaken, mm-hmm, natuurlijk. Mm-hmm. Dus ja, kijk, er wordt nu van alles en nog wat opgetuigd. Er wordt nagedacht over de wedstrijd kijken met de schermen in de Kuip. Het gaat over de reizen naar Tirana. Nou, je noem alles maar op wat er rondom zo'n finale komt. Wij zijn zelf met het Feyenoord Magazine bezig. Nou, daar willen we natuurlijk ook wat moois van maken. Zeker als we die finale winnen. Dus ja, dat is allemaal volop in productie. Dan maak je verhalen over een winst. Tel het ook. Een nederlaag zou kunnen zijn. Ja, dat in uiterste theorie. Ja, in uiterste theorie. Daar gaan we niet van uit, natuurlijk. Nee. Dus dat is wel hoe het werkt, natuurlijk. Je wil zo snel mogelijk na zo'n finale weer verschijnen met een magazine. Dus feitelijk bereid je eigenlijk twee versies voor. Eentje voor als we winnen en eentje voor als we onverhoopt daar niet met die beker vertrekken. Dankjewel, André. En jullie bedankt voor het kijken. Hou de kanalen van Reur recht uit Rotterdam in de gaten als je in aanmerking wilt komen voor dit prachtige boek over Gerard Meijer. Een leven met Feyenoord. En volgende week zijn we weer. Althans, wacht nog even. Ik heb nog een cadeau voor jou. Namens Dennis de Roo van Dutch Het Rum. De Bassett Edition. Ik weet dat je een groot liefhebber bent. Hele verzameling thuis. Deze kun je toevoegen. Dankjewel. Alsjeblieft. En jullie bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Dan zijn we met een nieuwe Reur Lunchbreak. Tot dan. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Jax.nl en Startportaal.